Ik start de recording weer. Bellen we klaar voor? Jij mag wel aftellen. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go. Go. En we zijn weer begonnen. Dit gaat een. Nee, je bedoelt eerste run van de dag. Hoe bedoel eerste je? Run van de dag, ja. Die andere attempt waar we het niet eens voorbij de eerste loadscreen haalden, toch is niet gebeurd. It didn't happen. Ja, ik was net klaar met deze laden. Deze is fucking goed, holy shit. Wat? Ja, Bezoeker doet fucking... Doet like... 973 damage, maar like... Heel één snel klik doet het echt 3 of 4 keer, ja. Dus je kan letterlijk gewoon minigunnen met like 1000 damage. Meer dan 1000 damage shit. Per seconde. Damn, snelle loads. Oké. Okay. Ik zit nu in chapter 1, hij is nu de Skylander aan het inscannen. Ja, mij ook. Oké, mijn favoriete. Sensei. Push de blok, dankjewel game. Ik gebruik nu de Wii U gamepad als controller, dat is waarschijnlijk niet het slimste idee. Ik gebruik mijn classic controller, de zwarte. En mijn witte nu voor, ik wil ijs op. Daar heb ik een heel klein beetje kunnen oefenen mee. Ik heb nu mijn pro-controller voor. Ice Hops. Dat is een goed idee. Ik had waarschijnlijk moeten spelen met pro-controller, maar het is nu te laat. Holy shit, mijn movement is echt heel erg gescuft. Ja. Waar ben je nu? Ik ben nu bij de blocks, zeg maar. Ik ben... Pushen. Oké, okay, ik ben nu bij de bal. Bal zit erin. Ah, ik heb hem heel lang niet in. Die bal duurt voor mij veel te lang. Mijn movement is gewoon nu heel erg scuffed. Ik struggle er een beetje mee, maar... Mijn movement is gewoon scuffed. Ah, oh, die fucking... Brawler Shrine cutscene, zo van. Ja. Oké, ik heb geskipt. Ik ben nu in de super oude plek. Ja, ik zit ook op de knop te rammen. Ik moet even kijken of ik die Doomlander quick kill kan krijgen. Ja, dan ga ik ook maar één keer proberen. Gewoon één bal schieten en dan ga ik gewoon gelijk erin. Oké, eerste kist. Jij hebt al de eerste kist. Ik heb al de eerste kist. Oké, okay. Dan loop ik wel even achter, joh. Het is bijna alsof ik slecht ben. Oh, hey, ik krijg flashbacks. Ja, het is alsof ik deze game vaak heb gespeeld. Oh, hey. Wow, I played this game before. Hey, ik krijg flashbacks. Ik krijg flashbacks. Ja, wow. Hey, dit vooral, ja. Waarnaar? Naar... I don't know, elke keer dat ik met Owen race. Letterlijk. Hebben we ooit een race gehad dat jij had gewonnen? Dat weet ik even niet. Ja, dat is dus het probleem. Ik heb tweede kist gepakt. Ja, morgen nu... wel de Scopers race. Oh boy. Ik heb nog niet geoefend, dus daar ben ik dat veel beter en dat weet ik 100% al. Ik weet al ja, beter. Ja, maar ik blijf erbij dat je letterlijk in like een kwartier alle hexclips kan masteren. Letterlijk. Zelfs ik kon dat. Dus. Ja, oké, okay, maar alsnog. Ja, oké, okay, ik heb iets meer ervaring. Ik ga je gewoon niet de chapter 14 softlock prevention vertellen en dan hopen dat dat pays off. Hij is zo erg. Chapter 14 softlock had ik in mijn ESL. Ja, ik weet hoe je het kan. Ik weet waarom het softlocked. Ik ben erachter gekomen. Kan je het aan mij vertellen?
Ik maak een keertje een video met uitleggen hoe je het kan preventen en waarom het gebeurt. Soon. Scheet, Mark. Ja, een keer. Oké, ik heb one shot gemist, maar dat maakt niet uit. Ja, ik heb veel te vroeg die orb geschoten. Ja. Ik vind het ook mooi als je een Imaginator op de portal zet, dat lijkt de laatste frame wordt hij echt ingezoomd op het hoofd, zo van... Ja. Ja, hallo? Dat is om die... dat is om die... Doomlander is dood. Dat is om die portrait te maken. Oh, ik ben nog bezig met de Doomlander, oh nee. Oh nee. Einde van de run. Ja, oké, ik ben nu precies 5 minuten denk ik over, staat hier. 3:21 is volgens mijn tijd, even voor de chapter staat er. Best wel, man, eigenlijk komt veel beter. Level complete. Yet. Ik ga splitten zodra ik op ja, als je hier. Oké. Okay. Ja, als je de dingen ziet. Oké, tijd voor de laatste tijden van de fucking Wii U-versie van dit spel. Ik ga ook even mijn game audio ietsjes luider maken. Zo. Oké. Kijk, ik ga gewoon Chaos IL even proberen. Chaos IL is best wel poggers. Ja, behalve ik heb alleen geen Undead Crystal. En mijn IL is letterlijk Owen die toen langskwam bij mij. Oh ja. Dus ik vraag me af of ik dat kan verslaan, zeg maar. Nee, spijt hoor, dat is. Oh, ik ben langs de fucking. De Fire Realm gekomen en nu heb ik dit zo'n hele cutscene. Oh, ik heb die geskipt. Ik was er net langs, maar je moet er nog een keer langs. Dus dan activeer ik hem waarschijnlijk. Of net niet, of net wel, weet ik niet. Ik heb wel een keer allebei een keer geskipt. Luck, waardeloos. Luck is niet waardeloos als je money wil. Ja. Ja, nee, maar op een... Nee, ik kreeg een item van een head die alleen luck had. Waarom krijg je ineens set parts? Die voor het eerst gevonden worden. Magie? Weet ik niet. Oh, waarschijnlijk omdat er geen air crystal is ingescand op deze save file. En ook geen magic, kennelijk. Ik heb allemaal elementen van die crystals, maar ik heb ze nog in de doos zitten. Ik had een keer zo'n eetbak gekocht. Okay. Oh lol. Ik wil in ieder geval een puzzel. Ik ben nog steeds hier met al die cutscenes. Ja, je krijgt echt een aantal cutscenes vanwege ja, al de dingen. Nee, ik bedoel zeg maar vlak voor de puzzel. Ja, je kan echt zien dat de Wii U-versie van de game gedowngrade is. Wow, no shit. It's almost like the Wii U is underpowered as shit. Oké, ik ben nu bezig met Flint te redden. Yo, Flint Saving Simulator. Yo, best cycle. Als Flynn de beste piloot in heel Skylands is, waarom kan hij zichzelf dan niet gewoon redden? Ja, fucking trek een vliegtuig uit je reet, like bruh. Oh kut, ik heb dat ding nog een keer gepusht en nu ben ik tijd verloren. Maakt niet uit, mijn eerste eindig procent run voor deze game, maakt niet uit hoe slecht is. Oh, ik moest Chaos nog verslaan op deze save file. Spin. Nee, ik heb ongelukkig een fucking ding aangeraakt en nu gaat die slak helemaal doen zo van en zo en dan ik hoor je zo'n muziekje. Yep. Oh wauw, dat is de makkelijkste puzzel die ik ooit heb gezien. Oh dia. Nou, ik heb net een selfie gemaakt met Flynn. Waarom kan ik niet bewegen als ik aan het schieten ben? Waarom zijn omdat ik het leuk vind.
Waarom zijn de controls op de Imagination zo fucking clunky? Weet niet. Bowsers, you rescued me. Now let's go out there and make Persephone. Moet ik per se een selfie maken met Flynn? Ja, anders eindigt hij niet. Oh, kut. Daar. Gedaan. Gaan we met Persephone praten? Ja, la 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 la. So fast, squishy. Okay, ik heb gewonnen van jullie. Ik heb net Chaos verslagen. Shit, oh. Was so close. Ik was rolled records. Oh, ik ben bijna chapter 2, man. Oh, dat is niet leuk. Rolled records. 3 seconden, let's go. Yes, mijn favoriet. Easy clap. Gebruik Sentinel met Undead. Die heb ik niet. Oef. Ik heb geen Undead, dat is het probleem. Oh, dit is niet eens. Ik heb wel Undead. Ik heb 4 vuur, air, life, magic, tech en dark. That's it. Ik zit in de load van naar chapter 2. Is dat nadat je die handle overhaalt? Wacht, wat? Waar heb je het over? Welke handle? Ik had een handle overgehaald, toen ging Spyro even praten en nu krijg ik een aad voor de waterkristal. Oh, kut. Nee, dat moet je niet hebben. Alright, Skylander. Oké, hi. Oké, nu ga ik gewoon naar chapter 2. Oké, mijn PB was 13 seconden. Ik had net een run die was 12, die echt slecht was. What the fuck? Oké, is dit hem? Ik zal na de load ga ik splitten. Ja. Ik vind het mooi. Volgens mij zegt mijn Sentinel letterlijk fear. And that's it. Mijn Wii U gaat echt dood hieraan. We don't need working Wii U's where we're going. I hate the Bork. That was her name. Its rivers are also teeming with toxins. They're poisonous to the touch. So I guess teeming is the word of the day or something? Let's just find as many creation items as we can and stay out of that normal-looking yet totally poisonous water. Holy shit, de laadtijden zijn lang. Ja. Yep. En ik heb een rockstrap, dus ik kan het wel kijken. Dat is ook wel tijdens. My impenetrable fortress. So impressed. Ik voel eraf en nu ben ik 900 jaar verloren, oh nee. Laatste place. Oh wat, ik 3 hit hem, let ik met fire. Schijnt niet die laatste hoor. Oké, 6 seconden. Let ik met een fire sentient, ik let ik 3 hitten hem met een fire sentiental. Wauw. It is all, it's almost like the save files of the... Ja. Oké, die ga ik even uploaden. Ik heb nu ook een run in de speedrun queue staan, dus die moet ook nog verder uploaden worden. Ja, ik vind het mooi, want volgens mij de faal is letterlijk 90 MB. Hoe lang is de video? 1 minuut 2 voor 6 seconden daadwerkelijk run. Holy shit, dat triggerde een cutscene en hij freeze even. En ik was heel erg bang dat hij gecrashed was. Oh ja, Owen en ik waren gecrashed in onze co-op. Dat was grappig. Ja. Letterlijk, we laden chapter 6. Op het moment dat hij inladen, ineens deed de Wii U de funny E. Ja. Ja, die. Die funny E.
Jails in 6 seconds. Jails. Yeah, jails. Het is wel fijn om ranged te hebben. Mm-hmm. Bruh, het teleporteerde me helemaal terug naar het begin van de waterslide. What the fuck? Ja, je moet oppassen, niet naar beneden vallen, anders verlies je veel tijd. Ja, dat is mij zojuist dus gebeurd. Time loss more like improvable run. Ja. Ik heb echt gewoon nog een punt van dit. Beer my wine. Yeah. Senseis are stronger here. Fire it up. Oh my god. Wacht, als je de undead dinges hebt, kan je hem dan niet letterlijk gewoon 2 hitten, Chaos? Of 1 hitten? 3 hitten, geloof ik. Maar hoe kan ik hem 3 hitten met een normale fire? Weet dan? Ik niet. Slaan. Only a sensei can strike the battle gong. Een beest. Oh, in your face! Zit hier een ice hop? Nee. Mensen hopen dat er precies een ijzer was, maar ik lijkt me knallig op gaan, maar helaas niet. Ik mijn frame timer. Life Skylanders are stronger here. God. Ik nu. Oh, ik viel door de fucking ding heen. Hey, Skylander. Fire! Deze game reused echt tering veel muziek van de eerste games. Dat hier... Ja, en stokmuziek. Ja, hier is de muziek van Giants. En die stokmuziek is waarom deze game zoveel copyright claims zorgt. Een gedeelte van de Chaos theme is gecopyright. De 2 is klaar nu. Ik ben nog niet klaar met chapter 2. Ja, dat kan. Alleen dat is mijn probleem. Ja, je hebt een paar cutscenes meer geactiveerd en zo. En mijn movement is gewoon heel erg sloppy, man. Dit is... Ik denk, als dit niet sub 2 is, dan ben ik officieel tering slecht in het spel. Sub 2, IGT bedoel ik. Ja, okay. Dat is meer makkelijk hoor. Here just missed the mind part, Chaos. Yes. Oké, mij is de quick kill hier gelukt. Oh, maar ik heb de quick kill al eens gedaan. De quick kill is mij gelukt. Nice. Time save. Dat saved echt een paar minuten volgens Peppins. Ja. Ja, in totaal bij elkaar inderdaad. Maar per fight rond 20 seconden denk ik, max. Ah, oké. In chapter 2 is die nog niet zo heel moeilijk. Ja, ik wil het gewoon compleet vergeten om te doen. Wacht, iemand heeft een Cradle of Creation op chapter 1 gedaan? Lol. Iemand heeft ook een Cradle of Creation gedaan met Gearhead V Vind Up.
Oh ja, die had ik gezien, ja. Die staat trouwens ook ingescand op de Global Save in de Collection. Serieus? Ja, hij staat op de Global Save in de Collection. Wie heeft hem daar ingezet? Weet ik niet. Ik keek er vandaag in en toen kwam ik er ook achter dat Kingpin en Golden Queen er niet in stonden. Dus we hebben letterlijk een unused Skylander in de collectie. Maar niet de starter pack karakters. Oh ja, inderdaad, ik zie het. Dat is wel grappig. Oké, ik ga nu naar Smallville. Maar 6 seconden, dat betekent letterlijk dat ik getijd ben met Valentijn. Nice. Dan ben je ook met mij getijd, want ik had ook vandaag 6 seconden. Ik dacht dat ik 5 had gisteren, maar ik had verkeerd getimed. Nice. Wil ik gewoon een chapter 1 doen? Being sworn to secrecy. I don't need. Tell you something. Our fair city is alive. That's number 1. He's leeg. Yeah. Is we kind of gathered that. Any sign of chaos? What's my chapter 1? PB. I am. I can neither confirm nor deny the existence of chaos. 509. But if he did exist, he would be inside that castle right there. And I'm pretty sure that he'd be looking for the everlasting thinking cap. Hallo, klik op de. Het kan ook nog zijn dat ik tering veel tijd verlies aan loads. Dat kan het ook gewoon zijn. Het lijkt alsof ik een hele slechte run heb, maar dat het wel best goed op is eigenlijk. Yes, ik hou van je optimisme. Ook maar voor nu, dus gaan we gewoon zeggen, this run's trash. Oh, please skip die eerste cutscene. Nee, wat? Ik spam letterlijk X en hij skipt er niet die eerste cutscene. Of is dat wel alleen een Xbox ding? Oh, fuck die cutscene. Yo, fire element boost, let's go. Nice. Ja, maar die cutscene skip ik wel nodig voor een chapter 1 IL. Oeh, wacht. Ik kan ook een Chaos IL doen waarbij ik 2 Sentinels gebruik. Ja, alleen het duurt dan even voordat je control krijgt. Dat is het probleem. Wacht, wat? Ja, als je. Dat is dat heb je. Als je 2 spelers in de game hebt, dan duurt het echt heel lang voordat die echt de spelers laat. Oh. Oké, ja. Ik heb de eerste cutscene skip. Volgens mij zit hier Chaos dus dan. Ja, bij de tweede dood met Chaos. Ik weet niet of je überhaupt dan quick killen. Ik zit op de grind. Oké, er gebeurt hier niks nu. Ik heb alles verslagen, maar er gebeurt niks. Wat nou? Oh, daar spawnen weer enemies, nevermind. Het duurde echt heel lang. Ja, oké, ik wou net zeggen. Oh.
Okay, geen quick kill. Weet ik niet, maar het lijkt mogelijk, maar het is waarschijnlijk heel erg lastig. Oké, ik heb de Doomlander verslagen. Ik ben nog niet in het riool, maar... Ja, je hebt de Doomlander verslagen, zijn het. Als ik mijn handen en hoofd op dat helm van ultimate wisdom... My Doomlanders will be... Wat als ik nu softlock, dan is dat gewoon kut. Zo ga je de Tesla aan toe lokken, joh. Wat is dit? Oh, ik moet volgens mij de kist openen of zo. Ja, dat moet. Undead Skylanders are stronger here. Ik hoor dialog van chapter 1 door Aiden's microfoon heen komen. Hoe de nice. Fuck? Dat is letterlijk onmogelijk. Ik heb mijn koptelefoon op en hij staat heel zacht. Ja, oh, waarschijnlijk kijk je naar mijn screenshare. Oh, dat kan ook nog. Die heeft heel zacht audio. Oké, ik ben gestopt met kijken. Oh, good dash. Waar is het autolock aan? Waarom kan ik aan? Oh my god. Oh. Ik verlies echt tering altijd hier. Ik wou dat ik Imaginators meer gegrind had, want dan was ik een beetje familiar met alle levels. Ja. Ik heb letterlijk ik twee full game runs gedaan in totaal. Ik ook niet. Ik heb iets meer. Ik heb 4 of zo. Oké, ik ben nu bijna bij het riool. Ik ben helemaal riool aan het opfokken, zoals altijd. Want ik raad dit. Collect the hammer to break wall. Ik ben nu bij de helm. Jezus, vreselijk. Oké, ik ben nu in het riool. Oké, laten we hopen dat ik niet softlock. Anders zal het heel erg kut zijn. Ja, dat is bij een van niet gebeurd. Hoe gebeurt de softlock hier überhaupt? Geen idee. Gewoon de same of een plant van die ineens niet bij mij een keer. Oh mijn god, ik haat echt de checkpoints in deze game. Ik haat het echt. Ja. Dit is letterlijk het letterlijke tegenovergestelde van Superchargers. Precies. In Superchargers. Oh ja, je valt op aan het begin. Oh ja, hier heb het hele level. Basically. Of Imaginators. Oh ja, je bent eraf gevallen. Oké, nu kan je voor 3 jaar. Nu kan je 3 jaar van de gameplay opnieuw doen. Ja. Kijk, ik heb volgens mij een damage cap geraakt, dus... Let's go bowling! Why can't I find it? I must be getting close here! Well, at least maybe that sea monster has eaten the stupid Skylander by now. Oké, hij gaat hier, komt hier niet omhoog. Oké, nu komt hij omhoog. Ik had de trigger gewoon niet geraakt. Ik wil na dit chapter moet je weer terug naar de academie, omdat je zo'n speciaal tornado kapot maken moet maken. Dat is echt even van de wereld sneller. Ja.
Stampacus is een van mijn favoriete chapters, maar niet eens. Ik haat damage caps. Ga terug nu spelen dan. Heeft het trapteam geen damage caps? Ik dacht van wel. Is het vol met damage caps? Dat is gewoon damage cap the game. Nou, net zo erg als Imaginators eigenlijk. Maar het mooie op het trapteam is dat je, als je op sommige bossen te veel damage doet, dat je letterlijk de damage bar gewoon breekt. Oh mijn god, ik ben nu in totaal waarschijnlijk 7 jaar aan gameplay verloren in naar deze chapter alleen. De timer is 7 keer geoverflowed, holy shit. Pijnlijk. Jezus, ik ben goed in platformen. Oké, ik ben eindelijk bij de fucking helm. Okay, ik heb de zeemonster verslagen. Fuck deze chapter, maat. Oh hey, de Demon Horns zijn bij mij zojuist geüpt. Nice. 3 time save voor jou. Hele korte time save, Baarn. Het is time save. This is it, Glumshanks. The helm of ultimate wisdom. And it's mine. Once I put it on. All of the super ancient secrets of the super secret ancients shall reveal themselves to me! Observe! What's happening? Lol, ik die op vrijdag op een normale tijd ga eten. Nou, ik weet wel, maar ik die zonder iets te hoeven doen vanavond op tijd ga eten. Nice. Fellow Scott! Then lead the way, buddy. In the load for Lecture 15. Ik ga nu net naar Academy. Wat zeg ik? Flashbacks. Ja, maar deze run van mij is best wel slecht eigenlijk. Minimaal. Deze... is een beetje gewoon free splits creëren. Ook. Mijn Wii U klinkt echt alsof hij een stroke heeft, holy shit. Ah yes, Gallery, 1 van de 0. Dankjewel, game. You said to meet him in the library, something about a vortex destroyer. Is that a thing? En daarna als je Garen niet naar het verloopt, trouwens. Oh, yeah! Parts we need to assemble my vortex destroyer scattered throughout this area, Skylander. You only need to retrieve them nou ja, and we can shut down even, that vortex dus, brainstorm once and for all. Run shit, dinges. I shall be preparing a healthy supply of trail mix to take along with us. Don't want to get hungry while dealing with extreme calamities such as this. Heb je überhaupt iets geoefend van deze game of? Ik? Nee. Ja? Nee. Nou, ik heb wat ice op school. That's it. Nice! Dit is perfecte practice voor mij. Oh, yeah! Perfecte practice run. Mm-hmm. Ik ben goed in deze game. Bruh!
Yo, bloggers. Je bent al in chapter 4, toch? Ja. Ik ben nog lang niet in chapter 4. De huppen duurt niet zo lang als je wel weet wat je moet doen. A functioning vortex destroyer, which is just the perfect thing to destroy a vortex. Now, let us reconnoiter on the MAP and then off to Shelmont Shul to save the day. Okay, we now have a way to take care of that vortex. Plus, I packed plenty. Oh, yeah! Fire it up! Come on, Jetpack, I was just pulling your leg. Wahoo! Booyah! Come on. Oh, en mijn hele settings zijn verneukt op OBS ineens. Holy shit. Oh nee, wat is gebeurd? Alle geluiden waren allemaal op max, dus het is een grote kans dat ik voor de helft van de run niet te horen ben. Maakt mij niet zo heel veel uit op dit punt. Ja. Yeah. That is indeed. Water Skylanders are stronger here. Oh, godverdomme. Godverdomme. Whoa, close call there, Skylander. Fire it up. The key you need is right inside this room, but I must warn you, so are several terrifying mini brainstorms. Now, if you will excuse me. Light Skylanders are stronger here. Huh.
geen idee wat ik hier moet doen. Oké. Ik ben nu in dat huis met al die kleine tornado's. Je moet even drukken, eventjes de sleutel pakken. Oké, ik heb... En haal eruit. Ik heb het nu gevonden. Dan laten we gaan gelijk in de tornado. Dan ga je gelijk in de opening. Dus sneller. Ik heb wel eens een respawn. Wat zei je? Ik heb helemaal eens een respawn. Snap ik. Just going with the flow here. Wat was dat? Wat deed je? De hele mic ruisteren. Is mijn mic aan het ruizen? Nee, je deed even mij iets erop. Je ging gewoon iets over je mic heen doen of zo. Wat je deed. Oh, ik weet het niet. Ja, hier gebeurt helemaal niks hoor, want het is alleen net even iets. To sitting down and having a good meal. Holy, all the fucking collision in deze game, echt. Wat is? Viel het voelt net als door de fucking. Okay, ik ben klaar met je. Ik ben vergeten te splitten trouwens. Dus. Oh my. Het is wel mijn auto-splitter echt voor mij ideaal te zijn, want ik heb geen golf uit kon hebben. Voor mij heb ik geen auto-splitter hier. Deze game helemaal niet. Ja. Of iemand moet er verstand van hebben om auto-splitters te maken. Mijn intuïtie vertelt me dat je alle buttons op de grond moet hitten. Thanks, Tim.
These brainstorms have made... Air Skylanders are stronger here. Thank the fuck. Ah! Well, the hey, why did you come here and make some rice? Yeah! Grind challenge. Woo-hoo! Say, that's pretty cool, Skylander. Wish I could do it. Ik was klaar met die chapter dan de linkje heen, want de bovenste die schaap van zin, weet je wel. Maar je moet vervolgen, laat ik voor de entrance, er zat een tier en dan moet je niet raken in ieder geval. Het is gewoon niet gaan dashen op dat moment. Wauw, ik heb zo'n grote spike in de bal geraakt. En moet ik helemaal die grind kruisen. Nee, oh, je hebt een chunk gemist. Ja. Oef. Are stronger here. Ah, yes, we're getting into the heart of the vortex now. Almost time to shut that thing down. Only a sensei can strike the battle gong. Booyah! You may notice broken pieces of the castle flying around, and you may want to be careful about that. Oh, in your face! Nice! Yo, ice op tijd. Weet je nog hoe je eruit moet? Nee, chapter 5 toch? Ja. Ja, ik weet hoe ik het moet. Kan iemand anders hier best of zo dan? Alleen zit hij in chapter 5. Ja. Ik loop een hele hoop achter. Het is echt gewoon pure aces. Yo, first de try hele game eigenlijk. Voelt heel erg traag met de bewegende platformen en zo. En collision in deze game is ook echt een fucking grap. Vond. Imaginators are stronger here. Oh, oké, okay. Hier kan je niet zo'n quick kill doen. Want je loopt gelijk op de trigger. Ja, klopt. Dat zeg ik wel wel kut. Dat was bij de ene mislukte, de andere was vergeten. En de ander kan niet. Voor mij heeft volgende chapter wel, als je 5 dacht het wel. Okay, Swashbuckler, do your thing. You may have won this round, Sky Loser, and you might even have won the last couple of rounds if you want to get technical. But my next creation will not be so easy to defeat. It will be bigger and eviler than ever! Okay, Skylar. Level complete.
echt de schildkogels ook gewoon kut. Nee, ik moet die split skippen. Gewoon. Daar. What are we looking for again? Popfish. Anything out of the ordinary? I don't like it. It's too quiet. It's making me nervous. My tummy's all rumbly. Chaos! Attention, Sky Labels! Oh, you may have thought that you'd foil my plans, but think again! Because thanks to my awesomeness, this was our ice hope foods. The ultimate doom! Hurry, Skylander! Jetpack thinks it. Fire it up! A battleship is located directly above us, Skylander. Pretty convenient, huh? Of course, what's not as convenient is finding a way to get up there. I just happen to have something that might do the trick. Originally made it for launching ship into space, but I think it'll work just fine for you too, Skylanders. I'm intrigued. Lead the way, Mags. Want some more? Out of curiosity, why exactly did you want to launch sheep into space? So here's my sheep / Skylander launcher. Now you just hold real still here, buddy, while I give you a good fling! Froze in a frying pan! Yee-haw! Our battleship is just inside that hangar, Skylander. So are a bunch of vultures. Oh. Ik maak even een domste fout op. Ja. Wat? Ik maak echt de domste fouten ooit. Dat is niet normaal, dit is slecht. Nice! X-Skylanders are stronger here. How are you? Uh-oh, looks like a vulture battleship is heading our way. Over here! Watch your step here, Skylander. Radical! Earth Skylanders are stronger here. Dat ding. Die brug. Only a sensei of the Smasher class can open this line. Ja. Fire it up. Heb je knop gedrukt bij de haar ding? Die letter iets verderop zit. Nice. Er zit een pijltje bijna. Ik ben net. Ik zit voor contact, ik ben net langs de twee schepen. De, op het begin. Zal ik gewoon de chapter herstarten? Het voelt echt als gezond. Ik ga herstarten. Ik ga de chapter herstarten. Okay. I don't care of het een softlock is of niet. Ik ga herstarten. Want dit voelt echt als een softlock.
Holy shit, deze game wordt echt bij elkaar gehouden met fucking duct tape of zo. Holy shit. Deze game softlockt echt heel vaak. Net zo erg als Darkness op 1.0. Erger, denk ik wel. Nou, zeg maar, Darkness 1.0, die... dat gebeurt zeg maar aan het einde van de run, dus ik aan het einde. En niet, zeg maar, Imaginators. Maar ik kan niet softlocken in Chaos. Het zal me niet verbazen als het mogelijk is, maar... Ik bedoel, zeg maar, dat er meer softlocks in deze game zitten dan in Supercharger 1.0. Dat bedoelde ik meer. Ja. Nobody cares about your lunch, fucking jetpack. Nu loop ik waarschijnlijk 2 chapters achter jou, wegens hoeveel bullshit ik al heb in mijn run. Hex Skylanders are stronger here. Ik maak echt een... Ik ga alleen maar... Ik maak dus dat nergens op. Oh shit. Looks like a vulture battleship is heading our way. Oh. I can't go. What? Hey, over here! Watch your step here, Skylander. Want some more? Oké, okay, laten we hopen dat het nu niet meer dan is. Ja, nu gaat hij wel open, dat was een slotblok. Fire it up! Oké, hier is een Skylander. A vulture cargo ship is headed right this way. Higher Skylanders are stronger here. Dark Skylanders are stronger here. Take that! Oh. Take that! Take that! Take that! Armed and dangerous. We zijn bijna, ik ben bijna zeg maar half leeg. Nice. Capital. Now see this control panel out here. Come and use it to start wrecking. Deze run is echt zo slecht. Ik... I mean, het is je eerste run. Ja, maar alsnog, ik ben gewoon boos op die softbox. Grijpelijk. Okay, Skylander, you're now in control of your very own wrecking ball. Use it wisely, my friend. More specifically, use it to knock the explosive crates overboard. As quickly as you can! This wrecking ball moves forward and backward for swinging, side to side for aiming, but not back and forth. Excellent work, Skylander! Smashing! Literally! Good job knocking off those crates. But uh-oh, here come some more enemies with more explosives. Might as well knock them off too, right? Preferably before they can get those explosives to the opposite platform. Sas. Physics, hello. Pleasure. Nou, ik raak de bal. Die is niet... Oké, okay, eindelijk. Oeh.
why you don't stand near crates when someone operates a wrecking ball. Die monsters dood. Dat was een goede bot. Gast die. Haha, bye bye, Birdie. I regret. Waarom gaat hij eroverheen? Ik haat echt die wrecking ball part. Ik haat het echt. Gast, ik raak hem met een fucking ding. Waarom gaat hij niet dood? Oh, great. Yes. We didn't stop the boy fucking from taking those supplies for either an upcoming invasion or chili cook-off over to the loading dock. At least not this time. Maybe next time? Swing the wrecking ball forwards and backwards to gain momentum. Beautiful Skylander, just beautiful! Oh, Rickland is China. Die vind je leuk toch? Well done! Now that the cargo area is all clear, we can proceed to the main hangar. Fear my one! No idea why we made these platforms so hard. Fire it up! Capital! We've made it to the main hangar. More importantly, dun dun dun! The battleship! Careful with these platforms. Just think of them as part of the show. Sorry, I don't have a spare jetpack. Radical! Fear my what? First, bring it in! Heck, Skylander, how strong are you? Take that! See if you can move those blocks into a line. Yeah! Perfect. Now, onto the circuit breakers. I'm no mathematician, but that just leaves one more to go. Excellent work, Skylander. Now, back on deck. This way. So if we're going to actually fly the ship again, we'll want to unchain it from the hangar. Hello. And if we want to unchain it from the hangar, just unscrew the chin on this. Hey, it worked! And nothing seems broken! Going crab game? It's a race. Crab game? Fast! Crab game race, yeah. No. How long is it gonna run there, I think? Well, we're already an hour in, and it should be... at least for... Yes, it should take another 1.5 hours, I think. It's gonna take me another 6 days, probably. It'll take me, I keep getting, like, the bullshit happening that has happened right now. Yeah, I'm currently in a chapter ahead of him. I should take, like, 1 hour, 20 minutes left or something. Oh my fucking god.
fire! Cover your ears, Skylander, if you have it. Well, that worked quite nicely, didn't it? Now we just need to remove all the clamps before the ship is ready to set sail again. Sup, new part of Skylands? Stop. Here I come, Skylander. Okay, thank you. Good guess. Take that, Vulture. Why? Dude. Skylander, this way. Oh, yeah! Doors blown open, clamps removed. I suppose all that's left to do now is head to the bridge and fly this ship out of here. Oh, yes, and suppose it goes without saying that I would still very much like to buy my lunch at some point, too. That looks ice up, dude. Skylander, you get to the main panel up there and regain control of the ship. Me, I'll be down in the galley, taking back what's mine. Oh, and not only now chaos triggers after I fired the ball. I'm gonna get you! Knocked ball. Off the ball. Oh, damn. Yeah. I ball. Would normally be extremely angry at Can you even kill him early like that? You knocked off some of its gear! Yeah, I think you can do it with the fire. I'm starting to get really I'll be back. We need a lot of more damage for that to do. Doomlander defeated. Finally, I made it back. I'm not the going to lie chapter here. In the game. That sucked. Wilder but this Doomlander bots. Was merely an appetizer. Something to what? Distract Excuse you while the me. Main course continues to destroy Why your am precious so bad skyline? At starting Good fuels. Luck dealing with that. Normally I'm really good at it, but now I'm just so bad. Well, Skylander, we did it. While my lunch still remains. Level complete. Okay, it's actually guacamole monster. Cake parts wordt waarschijnlijk het irritantste. En daarna, naar Abandoned Amusement Park, is er daarna ook nog één level. Maar ik ben nu pas bij. According to the battleship's guacamole detecting. Fire it up! Hopelijk heb ik hem zo one shot. Yep, got him. Nice. Okay, Skylander, you're gonna need to steer this battleship around and blast that guacamole monster with our cannons. Okay, die is een makkelijk, ik heb al chapter 6. We've been hit! We've been hit! Oh, Pip is worth the high. Watch out, Skylander! Pip is gaat zijn baan te breken. Hey, shit. That guacamole arm is vulnerable now. Shoot it! Oh, check the corner. Oh, nee, and we'll be in sky stones. He'll sink our battleship if we keep getting hit. Skylander.
gas! There it is! The head! Ik was kei snel met dat fucking saai en een tutorial. Voor niks. Nou, skate parks is ook deels random wat je krijgt. Wel, bij de eerste krijg je sowieso dat rattending geactiveerd, want daar ga je altijd naartoe. Maar de tweede is random. En dat is ook zo. Dus als je. Als je die weet, ook niet die moet wel, maar voor mij vraag dan. This is a stove. Yes. Oh, that hurts. No. Mega cannons. Can't take too many more of those, Skylander. Yo, God, mate, you're gonna make cold as much damage. Brain in the known universe. Who said that? Who else? There's only one smartest, most powerful brain in the known universe last time I checked. And believe me, I check a lot. Brain? Is that you? Ta-da! That's right. I'm in your bird now. I noticed that his mind was quite easy to infiltrate. But getting a hang of this depth perception thing is a different story. Yeah. Yes, indeed. That'll be the last time a giant monster. Want some more? Klaar met Skystones, heel leuk. Ik ga nu net naar Visland. Ik ga naar de Gouden Arcade nu. Mm. Dat wordt ook leuk. Ik heb een paar dingen voor snipen een keer. So this is Visland! Omgekeerd het fout geloof. Good thing Skylanders can always recover from a fall, huh? Bring it in! Fire it up! Must really be going on here. Crazier than. No, you might have to push it over to the trees in the normal world. Or you might not, but you almost certainly will. This world! Congratulations! You want to. Normal world! Oh, yeah! This world!
chemical spill. Chaos must have caused that too, but luckily we have a way of dealing with these things around here. Panic! Ah! Then, after we panic, we use a big vacuum like this. Would you mind going into the control room and turning it back on? At least, I think it's a control room. Undead Skylanders are stronger here. Normal world! This world! Normal world! Nice! This world! Normal world! Working again. Now let's get sucking. Switch worlds to pick up different colored globules. Area where they can be resynthesized into potions. Goodbye, globules! Ever heard someone say goodbye to globules before? Fire! Normal world! This world! Nice. Normal world! Nice! Oh, yeah! This world! Suspicious, yeah, the anti-I think so. Open A. Oh no. Oh no. Ja, dat is er niet weer weg, stop hoor. Ik wil daar weer weg. Nee. Op dit punt wil ik eigenlijk niet opgeven. Oeh, moet ik weer resetten? Als ik nog één keer softlock, dan geef ik op. Ja, dat doe ik het later opnieuw. Dan heb je hebt ook nog wat te doen. Ik heb betere dingen te doen dan oneindig lang softlocken in fucking Imaginators. Wat is er gebeurd dan? Heel veel shit was niet gespand, zeg maar. En in welke chapter? Fizz World. Ik was iets vergeten te doen voor de skip. Ik kom er nu achter. Oh my god. Ugh. De ice hop bij Fizz World? Nee, er was daarvoor is nog een skip. Daar was ik iets vergeten te doen voordat ik de skip deed. En nu is die gesoflok. Ik weet niet waar je het over hebt dan, over welke skip. Holy shit, als ik nog één keer softlock, dan geef ik op met de run. Ja, dan, dat mag je doen. Ja, dan, ik heb betere dingen te doen. Mm-hmm. Dan doe ik het, probeer ik het later opnieuw. Ja, ik ga ook zo eten. Ik wil even patat gaan ophalen en weer terug naar boven racen. Ja. In een load of zo.
again. See? It's... Good thing Skylanders can always recover from a fall, huh? Okay, ice drop. Let's go bowling! Nee. Nee, ik kan niet. Ik bedoel, ik kan nu ice drop doen. Oké, okay, first try. Even de eerste. Gamepad is dood. Je gamepad is dood, nee. Oh my god, alsof deze game er niet nog slechter kan gaan. Waarom gaat hij leeg? Hij had nog heel veel batterij, waarom gaat hij ineens leeg? De Wii U gamepad die like. Oké, okay, maar zoals ik zei, nog eens zonder. Ik heb echt geen zin om zo'n chapters te heten. It's a chemical spill! Nee. Chaos must have caused that too, but luckily we have a way of dealing with these things around here. Panic! Then, after we panic, we use a big vacuum like this. Would you mind going into the control room and turning it back on? At least, I think it's the control room. Undead Skylanders are stronger here. Normal world! Helaas kan je niet chapter 7 stoppen. Working again. Now let's get sucking. Switch worlds to pick up different colored. Ik heb nog deze softbox. Dat is waar we één keer eerder gebeurd. Dat is een chip. Dat is wel. Back to the sorting area where they can be resynthesized into potions. Goodbye, globules! Ever heard someone say goodbye to globules before? Normal world! Yeah, you can about to get that. And the last rest of the level. Oh, nu heb ik de skip ineens voor de strijd hier. Lol. This world! Normal world! Oké. Okay. Alles zo zit kapot, ik heb de 7. This world! En dan is het nu te raken, ding is. Fire it up! Oh ja, het is een hele leuke chapter. Normal world! Chapter 8. Want some more? Yes. Die chapter is letterlijk een van de redenen waarom ik tot nu toe nog niet de game heb gerund. 90%.
Ja? Ja. Krijg je dat vuur jump gedeelte? Nee, gewoon die hele chapter. Ik vind hem echt zo tering saai. Nou, ik ben in Amusement Park wil je ook schijt, hoor. Ja, precies. Water Skylanders. Deze hele game is best gevoel. Nee. Sensei's are stronger here. Tot zo. Oké, tot zo. Armed and dangerous. Chaos must have mixed some red globules in with the blue globules while looking for my secret potion formula. I told you that was bad, right? So I need your help to prevent another explosion. If you're in the mood for something like that, just sort the globules. Blue globs go in here. And red ones go right here. Ik ben terug. Nice, ik ben nu net klaar. Ik was het sorteren van die fucking. Because that was super genius sorting right there. Oh yeah, and if you move that bin of blue globbies over to the barrier, it is my scientific opinion that they will get rid of it for you. Hex Skylanders are stronger here. Skylanders are stronger here. Woohoo! Okay. Oh, in your face! Okay, I got the quick kill. Imaginators are stronger here. Ik had een quick kill van de Skylander. Dat helpt niet met alle soorten die ik heb gehad, maar. I'm going to find it. Ja. Als je ooit een andere run hiervan gaat doen, dan beter de time save zetten, joh. Alles opkomt. Dat is beter. You saved my fist factory and we stopped chaos from making up with any person. Ja, het hoeft vanzelf. I'd say that calls for a celebration. Party time! Level complete. Go make you some tea. Zeg maar, ik zit nu in de loods. Oké. Golden Arcade. Dan had hij chapter 8, the worst chapter in the game, in my opinion. Je hebt eerst nog Skystones leren. Oh my god, nee. Daar heb ik echt geen zin in. Bad news, everybody. I just found out that Chaos has been getting outside help from a powerful... Oh, yeah!
Skylander! You're just in time for the big sky... Misschien zal ik de game eens een keer opnieuw willen doen als ik niet zoveel softlock, maar... So, you are here to play Creation Clash, are you? This is a stone. This is a stain. Players take turns placing stones on the board. Nice. When the board is full, the player with the most stones wins. More blades along an edge of your stone means you take the other player's stone. Ik had trouwens nog niet 30 minuten die gamepad van opladen en toen ging die leeg. Robo! Very good. You take my stone. I took your stone, Skylander. Well done, Skylander. Mr. Cat. Excellent. Aurora. A fine move. Oh my, you learn quick. Or perhaps you have played games. Skylander, you're the greatest. Okay, what now? Go, Sky! You're just in time for the big Skystones Creation Clash Tournament! Moet ik weer dat ding in. Well, how about them apples? You got... Skylander! I don't even know... Hello, Skylander. Are you here for the tournament? Neocortex. Golden Queen! All right! Buckshot! Oh! Airstrike! Yeah, okay, quick kill. Cool!
boss. Sweet. Ambush. Right on. Dr. Craig Case. Ja, dat ga ik niet spelen. Hè. Wildstorm. Nice. Wat niet winnen. Oké, ik heb het gewonnen. Oh. Kartoffel, how did you beat me? Skystones. Oh my god, deze shit is echt tering saai. Jij Dragon Temple toch zien. Ik ben nog niet eens bij Golden Arcade, joh. Ja, maar jij hebt het gesoftlocked, weet je? Twee keer. You don't mind, but I took the liberty of listening to your conversation with Baron von Shellshock. And I'll take you to this Golden Arcade place, but that's as far as I'll go. I have bad luck with those games. Come on! Fire it up! Jee, Dragon Wing. This great act is playing inside. But that bouncer creep's not letting anybody in. Darn it. This chapter? I got an idea. Why don't you just go over and ring the doorbell? Maybe someone nice will come out and let us all in. Okay. Hey! Ah, doorbell! I hate doorbells! Like all creeps! Uh-oh! He's gonna squash us flat! Get this guy, Skylander! Skylander! Heard you ringing the bell and I came to let you in! But then I got into this balloon instead! Don't worry, though, because you can use that cannon to pop my balloons and get me down! Then I'll open the door for you! Ik ga nog makkelijk een uur bezig zijn met deze run. Beetje overdreven. Oh. Nee, want ik verwacht nog te softlocken, hè? Je verwacht dat je nog gaat softlocken? Ja, ik verwacht serieus nog dat ik ga softlocken. Ja, maar als je gaat softlocken, ga je stoppen. True, true. Dus, dat hoeft dan niet. Ja, als ik nu softlock, dan ga ik waarschijnlijk gewoon stoppen en dan probeer ik het later opnieuw. Ja. Deze vlucht is eigenlijk vreselijk van mij, hè? Ik ga gewoon retimen en kijken wat het is. En dan zie ik wel of het goed is. Fire it up. One, two, three! Hey, gads, that was brilliant! I haven't heard applause like that! Nice! Word on the street is that you're pretty good at creation clap.
So you're the one who took down the Baron, huh? Well, I'm pretty... Fry tip! Barbella. Excellent. Broom. Tidepool. Yo. Oh, he back. Nice. Back. Ik ben in totaal 2 keer gesoftlocked. Yep. Yes, Imaginators. Mijn vader had kennelijk SD-kaartjes gekocht. Dus ik heb nu een 32 gig die ik in mijn Wii U kan douwen. Oké, okay, nice. Let's go. Let's go. Wii U schat. Zijn jullie nog bezig met runs? Ja, ik ben pas in chapter 7, omdat ik 2 keer gesoftlocked ben. Je bent een beetje klaar in variant. Yes, you're pretty good at creation clashes. Adapter. So this is where all the major players start. Houden jullie er ook van als dingen verdwijnen? Ja. Oh, ik heb hem al gevonden. Oké. Okay. Mijn favoriet, dingen die gewoon random ass verdwijnen. Ik ben toch niet auto aimen. Zo, er is iemand salty. Nee. Your next step on the path to enlightenment. En ben wel niet meewerken. Oh ja, mijn gamepad is ook leeg gegaan tijdens de run, nadat ik hem 30 minuten van de oplader af had. Lol. Mijn gamepad batterij is echt gewoon koekt, joh. Even kijken hoor, welke had ik nou nodig? You are well on your way to the winner's circle, Skylander. Just follow the shiny coins and collect your prize. Higher! Told you that you would win a... Oh, it's your face! Grind challenge. De rest zijn allemaal Wii-files, oké. Okay. Zo. Oké, nice. Jullie zijn wel stil. Ja. Ik heb niks meer om te zeggen. Je bent aan het eten. Ja, ik moest even snel de tap beneden halen. Tijdens een load. Prioriteiten. Yes. Nee, deze run is vreselijk. Ik finish er gewoon de run tegen een race. Dan heb je tenminste splitter tegen comparen. Ja, fair enough. Elkaar Wii U. Oh, yo! Ik heb niet eens de dash upgrade op deze slambam. Oh. Oh, ja. Yes, oh. Druk op start in plaats van op A. Yes, Jens. De rat geeft een gelijkend cake ingrediënt, dat is wel nice. Oh, jij bent al bij cake start part. In plaats van A. Ja. Dat is wel een slimme. Ik heb nu 2e cake part. Oké, werkt deze SD-kaart, first try? Wow, de SD-kaart werkt van first try. Oké, nice, dan kan ik daadwerkelijk nu een dump maken. Dat kan niet, dat die eerste try werkt. Dat is echt een frustratie. Ja, echt hè? Ik denk legit dat ik gewoon mijn SD-kaart probleem heb opgelost door gewoon het ding uit te blazen. Ja. Ja.
And thus we have reached the final test of this goat. Of course, there are many others who want to play the game too, so you'll need to fight them all first. Nant Dumper. Nah. Rom zelf is niet nodig. Dumpen maar. Zo, dan kan ik mezelf ook veilig voelen. Yes. Okay, oh, hij is nu eindelijk aan het dumpen. Oké, okay, cool. Ik heb alles gefixt. Nu kan ik ook games installeren en zo. Oké, okay, nu zit ik in dat tering rare spel waar je als je op een blok moet springen. Hoe dump je trouwens je discs? App to tile. Dan word ik gebeld. Not gonna do this shit. What the fuck? Ik ga niet voor een cake piece, ga ik gewoon heel Dragon Temple overnieuw doen. Wat is dat nou weer? Wat moet dat? Een van de opties, ja. Dat was echt fucking slecht RNG. Oké, okay, nou. Nu wil mijn vader ineens dat vaatwas nog uitruimen. Ik hij is nog even bezig met deze dump. BRB. Afwassen? Nee, vaatwas uitruimen. I can even see you inside this stupid thing. And ja, that's not the only thing I can do. Watch this. Je hoorde het. Ja, ik hoorde wat je zei, ja. Oh, oké. For the first time ever, you must battle one of my Doomlanders inside a video game! Doomlander, Smasher class. That password is techno. Intruder alert. You've knocked off a part! Say, you're quite the gamer, aren't you? Well, all right, my Doomlander Smasher. Ooh. I hate to break it to you. Doomlander defeated. Optimization complete. Aim over? Eh? What? No! Yo, de Sol staat is juist omhoog gegaan. Oh yeah! Nice. Alleen gebruik nu geen Sentinel. Bravo, Skylander, bravo! Now just take the platform up to the vault. Dus, ja. We're almost there. Only a sensei can strike the battle. Okay. Now I see why my idiot brother Wolfgang was so easily defeated by you guys. Well, that and him being an idiot, obviously. This is it, Skylander, the famous Golden Arcade Vault. In here, you'll find a great many treasure. But how to open it? Simply break the locks. All you have to do is grind along the rails. And of course, don't look down. I think another bravo is in order. Plus, I should probably mention that the vault is about to explode. I'm free. I can't believe it. I can't believe I am finally free. Woo-hoo-hoo! Indeed. So why don't you come down here to thank the Skylander and myself for freeing you? That would be the polite thing to do, wouldn't it? Nah. Gotta find chaos instead. Bye-bye. Oh, I'm guessing that wasn't the result you were hoping for. But hey, you're still the best player we've ever had at this arcade. And I'm sure you'll catch up with that brain fellow later, right? Level complete. Chapter 5 is klaar. Het boeit niemand dat hij een tank heeft. You said if we put our heads together, we'd be unstoppable.
Now let's get to it! Get me out of this jar, and I'll do anything you want. Well, within reason. All right, Lord Chaos. I don't see any sign of those Skylanders, so... What's the matter, Glumshanks? You look nervous. Anything wrong? What? Do I have something on my face? Is it food? Is it relish? It's not relish, is it? Skylander, we got problems. So focused, right way, Skylander. Fire it up. Drag. Ik split gewoon hier op de loadscreen, anders vergeet ik het. Ja. Ik moet alleen maar de taart die jij bij de hub halen nu. Tell you what, I'm gonna go see if I can figure out what happened and how to reverse this brainwashing spell. Later! Oh, in your face! Goh, ik druk 30 keer op R, maar pak die niet. Benny. Light Skylanders are stronger here. Fun fact, all dragons must pick the path of fire or ice before they can move on to adulthood. I think it's like metaphorical or something. So anyway, feel free to choose whatever one you want. This leads to the fire path. Note the fire on the door. And surprise, surprise, this way to the path to ice. Happy picking. Fire Skylanders are stronger here. Gast, ik zit. Wauw, dit was best wel oneerlijk. Ik kwam daar gewoon vast te zitten, letterlijk. Cool. Fire it up! Undead Skylanders are stronger here. Oh, yeah! Oh.
Feeling it today. Magics! Okay, I probably should have told you that there were more of those metaphorical dragon choice thingies. This one we like to call brain. Moet ik in het grote of het kleine hoofd? Are you the brainy type who likes to solve puzzles? Or the brawny type who smashes bad guys? Tenzij met Flindel Skystone spelen. Ja, daar heb ik nu geen zin langzaam. In. Dat is heel langzaam, zeg maar. Ja, daar heb ik nu geen zin in. Senseis are stronger here. Dit is een in je laatste chapter nu. Stronger here. Aerial! Yeah! Hier is er bijna al twee bezig. Ja. Sorry to have to go down that way, dudes. New part of Skylands. Fire! Imaginators are stronger here. Oh, ik had die orbvloed fire. What are you even doing at this? You've knocked off a part. Prepare to be. Oh, oh jammer. It totally doesn't matter because I've. Hierna is de cake part en daarna is het eigenlijk gewoon de laatste stretch. Zeg maar. Ja. Can't your demise go any faster? Wait. This is too easy. Doomlander, defeated. What's your hurry, Sky Loser? Take time to stop and smell your doom! Meh, no big deal. Doesn't matter if you losers win or lose. No skin off my nose, because I've already brainwashed most of Skylands, and there is nothing you can do to stop me! Dat is vreselijk, dat is oké, ja. Nice job, buddy. Like what you did there. Real quality work. And hey, check this out. I found the dragons. Even better, they say they can fix all this brainwashing. According to the legends, our dragon magic is the only thing that can reverse the power of the ancient brain. But of course, no dragon has attempted this in thousands and thousands of years. Whoa, really? Oh, okie dokie, I guess that is what we're doing. Oh.
Well, Skylander, now that we've unbrainwashed everybody, it's time to finally go after Chaos and take down that little pipsqueak once and for all. But first, why not try out the new Dragon Wings? See what it's like to be one of the cool kids. Want some more? Nice! Air Skylanders are stronger here. Damn, that was fast. Ik heb ongeluk die wing gepakt. En nu ben ik traag. Ongeluk wat? Ik had ongeluk de laatste wing gepakt, waardoor ik even moest vliegen. In plaats van gewoon af te rotten. Oef. Oké, tijd voor cake parts. Dit gaat waarschijnlijk een half uur duren. Knowing me. Ik kan je ermee helpen een beetje. Ja. Oké, dat duurde iets langer dan ik wou. Oké. Ik ben nu net bij Cake Mart. Dus yes. Dit gaat leuk worden. Oeh, cake. Mijn favoriet. Ik heb al trek in cake. Elf, JV. Tell me you guys aren't brainwashed anymore. Nom. Come on, Skylander. Wacht, hoe heette de applicatie, zei je? Welke? Om disc te dubbelen op de Wii U. Disc to Twilight Zone. Okay. Ik ga even mijn trap team op mijn NHB zetten. Dan dump ik mijn Imaginators naar mijn Flash. Dan heb ik niet loads die echt 5 miljoen jaar duren. We figured the only way we could convince him to let us in would be baking him a giant birthday cake. But it's a fake cake. Exactly. Oh, ik kan hem alleen maar wissen, huh? And when Chaos lets us in, blammo! What? Everyone jumps out and attacks! Hoezo kan ik mijn trap team niet verplaatsen? Of moet ik hem als één geheel verplaatsen? Dat kan ook trouwens. Dat ik hem met save al en al. De eerste optie nu is Arena. Niet Arena, de rechtsronde, weet je wel? De tweede. Ja, de dungeon moet je hebben. Oh, hier. Oké, okay. Verplaatsen. Ik heb het gevonden. Plaatsen. En dan is links, links onder de band is een key die moet je pakken door dingen kapot te maken. Je moet duwen. En daarna pak je dan de bovenste en dan ijs hoppen. Moet ik eerst de dungeon of moet ik eerst wat je doen wat je zei? De dungeon, daar heb ik het over. Ja, maar ik zit er nog niet in, dus ik was een beetje confused. Oh nee, dat is weer. Dat gaat fout. Oké. Okay. Dat gaat minder fout. Drinken omstoten, terwijl je muis probeert te pakken, dat zou een slecht idee zijn. Welcome, Skylander, to the Lost Crypt. Magic Skylanders are stronger. Oh, I can do the one shot. Okay, ik ben nu in de dungeon. Oké, okay. Bij die boven, dan ga je paardje van rechts van je. Dan ga je gelijk links allemaal blokken pushen. Dan heb ik helemaal links onder van dat ja, die plek, dan zit ik die doel te pakken. Ja, oké, okay, ik heb het. Dan ga je rechts naar boven, gewoon strak naar boven. En daar naartoe ijs hoppen, daar boven moet je zijn.
links of de linker of rechterkant? Links, links. Okay. Armed and dangerous. Dun, 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 dun. Ik ben er weer. Oh, lekker vibe. Vibe op die jullie. Wat voor bloot auto, hè? Ja, daar. Daar zat ik dus ook op te schreeuwen. Ik hoorde het. Nee. Ja. Jij ging echt net helemaal wild. Wat is dit dan die vuurvliegel die je echt zakt? Oh, ja. Nee, maar wat je bedoelt, ik heb het ook met het zeemonster. Je wil de hele run gaan en maak je echt gewoon de domste mistaken. Boos. Mhm. Jezus, ik probeer Trap Team naar mijn USB te verplaatsen. Dat gaat echt nog een miljoen jaar duren. Mm-hmm. Basically. Misschien kan ik Milky's Any% een keertje retimen van 6 dagen geleden. Voor wat? Swap Force. Is die nog steeds niet geretimed dan? Oké, nu was mijn Enipsum TV al geweest in van RTA, maar ik had natuurlijk veel slechtere loads dan normaal, dus ik had al dit TV in nu, joh. Ik kan het niet. Waar ben je dan? Ik ga nu naar de laatste chapter, Chaos. Oké. Oké, dan loop ik meer als een chapter. Dan loop ik meer als twee chapters achter. Ja, maar jij hebt gewoon gesoftlock, dus. Twee keer, dus ja. Ja, dat kan je niet even doen. Ik ga hopelijk ooit eens een keer dit opnieuw proberen. En dan. Optimisme. Optimisme, ja. Weer een jaar wachten. Basically. Zo. Moet ik deze hebben. En dan invoegen en die heet. Copy. Invoegen. Invoegen. Hup. Mags may have found a cake ingredient, but she also found trouble over here. Nee, dat is een leugen. Daar zit hij niet. Oké, waar is die rat heen ineens? Hier dat. Oh. Waar is je weg? Oh, hier is iedereen. Ik had deze meer lijn naar de cake part. Waarom is ze ineens? Ik zou het niet doen. Je moet alleen die nemen, want anders kan je heel veel tijd verliezen. 8, 9... Moet ik een keer tegen Popvis praten. Oh, yeah. 12 en dan 14... Is weer eentje... Oké, dat is geen cakepart, jammer. Oké, ik praat gewoon wel. Oh, hier is ook gewoon een cakepart. Dan pak ik nu gelijk gewoon. Oké, zo. Waarom is het woord hup ineens niet meer gekopieerd? Ik weet niet. Oké, zo. Shop in that town and cut off our access to some cake supplies. Ik denk dat het zo komt. Oké, ik heb zeg maar zo'n town nu. Ja. En ergens op dat hele eiland daar weg. Found trouble over here. See if you can give her a hand. Doe dit town. FPS. Zo. Oh, de console restart. Wow, het is de Series X opstartscherm die anders is. Die laat zien dat de chip kennelijk powerful is.
Wat wij nu aan het doen? Milky's any percent retimen. Maar daar hoort je moet een console restart laten zien. Voor de run. Oh ja. Oh ja, zij heeft Xbox One X. Dus ja. Ja, maar je hebt een speciale boot-up screen dan. Ja, I know. Ja, ik wist het ook, maar ik was het vergeten. Want destijds toen de One X uitkwam, was het blijkbaar de meest powerful console ooit. Dat was trouwens wel zo. De Xbox One was beter dan de PS4 Pro. Xbox One X. Nee, alleen nog Chaos Fight. En een tegen lang laat. Time for terrorism. Air Skylanders are stronger here. Yes. Yo, my favoriet. Yo, this is actually fucking... Oh, yeah! Let's go. Part of Skylands. Woo! The best game in the series referenced in the worst one. Basically. Tech Skylanders are stronger here. Oh yeah. One okay, more thing. So the Mayor King Super King has a tank. What's up with that? Got it. Wow, we're doing about 2 hits with the tank. Nice. Okay, I'll do the full map. Want some more? Oh no, he's here. Once you defeat the Super King, one of us will be king next. Hi. I figure I have as much of a shot as anybody. 2:13:01 in RTA. Dat is zeg maar 5 minuten slower dan normale RTA. Dus het kan zelfs nog even wie zijn op de echte plaats. Oké, ik moet nog heel veel kijkjes. Ik heb al 1 in de half had gepakt. Daarom heb ik splits om ze te tellen. Dat was best wel nice. Ja, maar dat ik een counter. Nee, maar dan kun je ook bijhouden hoe snel je shit oppakt en zo. Weet niet, ik vind het fijn, ja. Ja, snap ik. Oh, dat is te ver. Oh. Wacht, wat? Is dat een hubspap? Dat mag eigenlijk, hè? Huh? Dat mag gewoon any point. Ja, nee, maar wacht. Ze triggert de cutscene om chapter 2 te eindigen. Feeling it today. Wacht, wat? Wat is het? Nee, ik zat er doorheen te skippen. Wacht. Ze kijkt de cutscene. Daarna krijg je het sterrenscherm. Dat is het einde van de level. Ja. En dan na de statscreen wisselt ze van letterlijk direct daarna voor de lood nog. Give my regards to chaos. Zo. Huh? Wacht even, what the fuck? Oké, okay, statscreen. Oké, okay, chapter 2. Dan krijg je een cutscene. Of is dit al een loading cutscene? Nee, skip die cutscene. Daarna swapt ze van Skylander. En daarna komt de loading cutscene pas. Ja. Swap. Huh? Nee, letterlijk statscreen. Na de statscreen switch je van Skylander. En daarna krijg je pas de loading cutscene naar de hub. Ja, ik denk dat ik deze swap erbij moet tellen. Fire it up. Welke game is dit dan? Swap Wars HD. Oh nice, ik moet timen wanneer de Skylander er vanaf wordt gehaald. Nou, dat kan je precies zien uit het scherm, dat ik 1 wit vlak is. Jetpack's been working on securing more cake supplies, but has a problem with an evil creation tron. Help him get the supplies and maybe tell me what a creation tron is later. Ik ga vanaf ons be right back. Jetpack requests your help on the battleship again. He says it's important. Like cake ingredient important. Nou, die voegen we naar extra tijd. No biggie. Oh, in your face! Yeah!
surprise attack. Niet daar. Nice, je zit nu op 2? Ik zit nu... Dit is de vierde. Oké, gelukkig, want anders... Ik heb al één val in de hal. Ah, oké. Oké, dit is toch een totaal 4 in de hub of zo? Er zitten er 7 in de hub. What the fuck? With an evil creation tron. Help him get the supplies. Nee, dat is geen eens een leugen. Er zitten er volgens mij legit 7. Of het zijn er 6. Het zijn er zeker 6 in ieder geval. Jetpack request your help on the battleship again. He says it's important. Oké, ik doe nog één gewoon zo'n mission just to be safe. Dan pak ik de rest in de hub waarvan ik weet waar ze zitten. Oké, fair. Het zou wel fun zijn als ik Imaginators ronddump. Dan hoef ik niet 5 miljoen jaar te wachten zoals jullie op loads. Ik haat gewoon echt hoe de Wii U versie gewoon niet is geoptimized voor de Wii U. Hoe bedoel je eigenlijk? De hele game runt echt als shit op de Wii U. Het runt letterlijk net zo goed als als Superchargers. Dus ik weet niet wat je bedoelt. De Superchargers runt ook echt als shit op de Wii U. Ik wil ze zeggen dat dat niet waar is. Heb je ooit die... Er is één chapter tenminste op Supercharge die echt heel erg shitty runt op Wii U. Ik bedoel chapter 9, maar die letterlijk lagde op alle... Die letterlijk lagde ook op PlayStation 360. Magic Skylanders are stronger here. En volgens mij ook PlayStation 3. Fire it up! Shit, Milky doet niet de coole chapter 4 enter. De enter skip, die een beetje tijd saved. Dit is letterlijk een glitch, is wel voor any percent. Dat zeg maar de hub voor chapter 4, nadat je alle sterren bij Eon hebt gecollect, kan je letterlijk naar de pause menu en gewoon chapter 4 enteren. Zonder met iemand te praten. En het werkt volgens mij letterlijk op alle consoles. Oké. Tot de 4. Oké, chapter 5. HD retime is een stuk makkelijker dan die. Veel minder loads. Dat. Fire it up. Like, bijna de helft van de loads zijn er gewoon niet. Die hoeft te retimen. Sensei, life realm discovered. Oké, zo. Oké, die. Higher. Big air. Fire it up. Wow, enge geluiden. Oh, yeah. Oh, hier deze ben ik. Mijn Wii U maakt echt één gek geluid nu. Want some more? Nice.
En dat is de laatste. Nice. Niet crashen, hold yourself together. Fire it up! Wacht, was je gecrashed nadat je 8 had dan? Nee. Oh, yeah. Ik had net hele heleboel vrezen, dus ik was bang dat hij ging crashen. Oh, oké. Okay. Ja, Monka S. Misschien helpt het als je je Wii U schoonmaakt. Want Owen's Wii U was ook gecrashed in de run. En Owen had zijn Wii U naar mij meegenomen en ik heb hem gezien. En zeg maar, de intake was letterlijk gewoon één plak stof. Ik moet beide mijn Wii U en mijn Xbox One schoonmaken. Nou, leef je uit. Ja, heb je wat te doen dit weekend? Weet je wat ik niet wilde? Ja, een Xbox One openmaken. Weet je hoezo? Want er zo'n kleine kutkabel zit waarschijnlijk. Die als ik die iets verkeerds mee doe, dat die scheurt. Omdat ze omdat ze kabels maken tegenwoordig van fucking papier of zo. Ja, dan moet je het gewoon voorzichtig doen en een tutorial volgen. Ik heb het ook gedaan. Whatever happened to, zeg maar, oh, is je shit kapot, je kan het gewoon openmaken en het zelf repareren. Ja, society. Mensen zijn lui geworden. En toen waren bedrijven ineens van, yo, mensen willen shit niet meer fixen. Yo, dan kunnen ze gewoon geld vragen voor een nieuwe. En toen ging ineens iedereen dat doen. Een wereldrecord e-waste in 1 jaar. Dat is waar Apple voor gaat, waarschijnlijk. Easy clap, 1%. Easy clap. Ja, wat, oké, wat bedoel je daar? Wat bedoel je daar? Klimaat, gevaarlijk, wat de fuck? Apple doet gewoon 100%, easy. Apple gaat voor die Channel 5 trouwt. Letterlijk. Oké, okay, je kan dus whiskers kennelijk skippen op HD met een rock op, dat is cool. Dit is een keer echt swap voor te leren. Zeker, goeie run. Zeker swap voor Zwie, dat heb je echt heel verkeerd aangepakt. I know dat ik het verkeerd heb aangepakt, maar... Zo, even een barfje leggen. Kom op. Ik druk de 30 keer op R en daarna pas waar ik weer. Okay. What the fuck? Je weet wel dat ik zei, hij is trap team aan het kopiëren, verplaatsen, hè? Hij is nu pas 1/4 klaar met de bar. Letterlijk. Is je Wii U digital sneller dan Xbox One? Nee. De PC is op sommige vlakken qua load sneller dan Xbox One. Welke game? Crafty. Oh ja. Nee, maar dat is omdat het de Wii-versie is, hè? De Wii-versie is van Wii U. Laat het tegen snel. Ja. En dan de swap voor Wii op Wii U, dat is echt gewoon de vol met. Basically. Ja, ik denk dat swap voor Wii een soort check heeft om te kijken op welke clockspeed de CPU runt ofzo. En als hij daaronder gaat, dan doet de game een soort freeze voor, like, I don't know, anti-piracy of zoiets. Of dat je de game niet vertraagt. Of zoiets stoms. Weet je wel? Waardoor de game dus freeze. Waarom de fuck zal Swap Force anti-piracy nodig hebben? Weet je wat anti-piracy al is? Ja, de fucking force. Ja, dat is waar. Oh, nu zitten er allemaal insecten op. Oh nee, laat ik de glazuur op hun bek schieten. Imagine haters. Hé, hey, er zitten burgers op mijn taart. Grabs de glazuurgun. Just shoot the bad guys with the cannon. Two birds with one stone, you know. So this is it. Gewoon letterlijk imagine one more. Het was ook echt perfect in deze game wanneer er zo'n karakter aan het praten is, de band nog altijd een dialogue. Dus het staat dan gewoon, dus het staat er even stil. En dan wordt er gepraat van een geweegd op de hoogte. Ja.
of de awkward pause, weet je wel. Ja. Dat ze hun hoofd draaien tussen dialoog om. In. Please, Bruce. Ik had het best voor de cake section. Nice. In mijn story, actually, deze keer echt perfect of zo. The fuck? Ja. We gotta get this bad boy over to chaos. Bijna perfect. All that's left is just to put some candles on top. Nice. Hey, alleen. Where are the candles? I had them stashed right here. Nee, Sky Factor was echt één grote shitshow. Oh, rats. Those creeps stole my candles and are now taunting me with their crime. I'm so mad I could erupt. Is alles toch perfect mogelijk voor Sky Factor. Ja, want de community SOB is like een 8.30. Dus als je redelijk bent in alle games... Zeg maar, als je alle games best wel goed in bent, dan kan je best makkelijk sub 9 halen, denk ik. Games waar ik goed in ben. Spyro's Adventure, I guess. En dan heel misschien... Toon Tales. Ik kan allemaal in alleen draft team een groep spelen. Oh yeah! Ja, Onyx, same, letterlijk. Hoe Milky Way het heel mooi zei, is dat bij mijn draft team run in deze mensen bij mij kan bijna gewoon niet in de rust. Letterlijk. Oh nee, ik kon er niet alles hoedsicle dashes doen wegens 2-player. Of had er moeite met hoedskool dashes. Zaten heel lang te kutten met een hoedskool dash. En zaten ook ondertussen pizza te bestellen. Dat heeft het waarschijnlijk ook niet geholpen. Belangrijk om de bar te eten bestellen. Volgens mij legit zaten we tijdens het trap team zaten we eten te bestellen. Zodat we na het trap team konden eten. I am back. Oh jezus. Hallo. Hallo. Jouw microfoon doet even een ear rapie. Wat? Ik ben eigenlijk begonnen in de final stretch. You know the rules, and so do I. I'm done. Let me just join the. Yeah. Because copyrighted music and I do not want Twitch to get mad at me for playing a game with copyrighted music. Understandable. Hey, man, kinetics. Have a good day. Who will get copyright claimed? For sure. Thank you. And I'm starting up my Switch. Oh, I just stopped playing, actually, I'm sorry. What? Are you kidding? Yeah. No, I also let my brother just stick the TV, but yeah, I was doing Elite Smash and I was not having it today. Which, I mean, it happens, like, I don't know if you get the same thing I do, but I'm not good at the mental game where if I start losing, I'll, like, lose a lot. But then I'm the polar opposite, when I start winning, I'll win a lot. If I win a lot, I get cocky and lose a lot. If I lose a lot, I'm sad, so I lose a lot. No, I don't get cocky. I'm like, well, or like overconfident. I'm like, oh yeah, sure, I can pull that off because I'm good today, and then you just fucking die. Yeah. See, every time I lose, I just tell myself that I'm just bad. I just make mistakes. Mm. I keep rolling in. Yeah, no. I don't like to tell myself I'm bad. Too many times and stuff. Deep inside, I know I'm pretty good at the game. I'm not great, but I'm pretty good. I'm good enough to play at tournaments, I think. Not good enough to win them. But
I literally won a game against Sonics. I don't know if you know him, but... Oh, you played Sonics? Yeah, at the juice box. Oh. It was literally insane. Did you win the whole set, or...? No. He 3-stocked me at Pokemon Stadium 2. Then I had an insane comeback at Small Battlefield. Mm-hmm. And then I accidentally got to ban Kalos, so I was just camped and got 2-stocked. But yeah, I was really happy I won a game against him. I've played a few famous people. Do you know, what's his, I forget his name. Really good Peach player. I don't remember his name. That's right. Did he trend at Peach at some tournament? At like, No, not that guy. Not, what, that's Sam Sora, I think. Not that guy. Then I don't know. But yeah. Let me look it up. I played this famous Peach player a couple times. I never actually won a match against him, but he always came a bit close. I played him, I think, a total of 6 times. So I actually learned quite a bit from him. Fifth time here. And I played some really like toxic guy, and I actually beat him in one of the matches, which is hilarious. I didn't win the set, but I won one of the games. It was like Lemons or something, or is, I don't remember. I just remember he was known for being toxic. Famous Smash Ultimate Peach players. Let me find this dude. Duke, I was about to play Crab Game. I need to look somewhere. Oh, you're playing Crab. Oh, you're doing a match. Oh, you're doing a match. Wait, have we got a file yet? Yes. Is it now Chad file? No, not yet, but we were. Almost. It's pretty. It's like. It's like a alpha Chad save file. Okay, so how quickly can the kill go? Pretty like 6 seconds with a sentiental. Three more. All right, Aiden, I'm going to grab the SD card I was going to use ages ago for this, and I'm going to fucking homebrew my Wii. I actually did it today. It's not hard. You literally copy. Duke, you literally copy some files on an SD card and open your web browser and open a link and click on a button and you're homebrewing. Aiden, link me the thing. I'll do it. I think it was like thing. All right, I'm about. All right, I just beat this level. Holy crap! Holy shit! Yeah. Oh, let me. Oh, and do you know who? You know who Ling Ling is? In Smash Bros? Who? Ling Ling? Yeah. First of all, I'm gonna do one single submission. I'm gonna do my one single run that I will submit to Ant, even though it's not gonna win because you guys spent like all day grinding. I did a pretty good. I got a pretty good run into it. Guys, I'm not even gonna grind for the challenge because I literally do not stand a chance against you guys. Yeah, actually, no, I'm not. Yeah, I'm not gonna do it for this. Actually, yeah, I won't do it for this one. I actually won't do even daily, but like, I'm planning. You wanna know? Val was actually gonna try it and gave up because it was too slow, and I liked it a lot. It looks fun, but I don't know. Val's used to the flame slinger, so like when he was told no 1P2T, he probably was like, well, I'm fucking out of here. It's not that bad. I got like 830 or something. That sounds like a lot. Yeah, but chop chop, huh? Chop chop. Chop chop. Get to the chopper. Alright, yeah. Yo, okay. Owen. Yeah. Is there a video of you playing Sonics? No. He wasn't streaming. It was like second round. I forgot to literally save it after the update. Alright, so guys, gone. We're at the final chapter in the game. We're nearly done with this. Oh right, I can prove it to you at like a screenshot. No, that's fine. You know what would be good if I attached the HDMI cable into my Wii? That would be cool. It might help.
Everyone now is just. Unless he was like at 160 and he was at like 80, he was about to edgeguard me, and I thought I'm gonna get edgeguarded, or I just need to down B and kill him, and I just killed him. Unless he had like 1 second, otherwise I would have lost easily. I when I played the Peach player, I like did a side special downer combo. It was funny. Aiden, where is the most recent where's the most recent file? Is it still in Imaginators? Yes, yeah. Mar sent it earlier today. It's also been. Wait, yeah. did you homebrew your Wii U yet? I can't do it that quick. Jesus Christ. Okay, so yeah, but like homebrew first, then download the save file. Okay, guys, I'll help after I'm done with this run, alright? Please. But where are you I can help. Now? Yes. What? Right, first, what's up there, you know? 10. Okay. We're in the final stretch. Nice. Alright, first of all, what is on my then we're gonna fucking show Chaos Root Balls. A boot log. Okay, the only thing on my SD card is boot log. Is boot text log. Let's get rid of that. Yeah. 0 bytes in size. So the Mocha config, yeah, sure, I'll keep that. Okay, the latest release of Homebrew Launcher installer, you'll need to download the payload zip files. You have to download all those files, all the files. Yep, the latest installer of WAP installer, Wii U NAND Dumper, the Homebrew App Store. Yeah. Which one? Wii U Extra .zip. Yeah, just follow the guide. Yep. The latest release of Mocha and the latest release of Save. Yeah, you want that Save Me? That's for the save files. Yep. Instructions. Insert your SD. Copy the contents of. Okay, so it's just copying stuff. Put the config dot. Yeah, I literally said it's so easy. Yep. Where's the I'm back from committing 17 war crimes in Algeria, sorry. All of them. And screen share small metrics on if you want to. Actually, you raise a good question, Jens. How many war crimes are there? I don't know. No idea, sir. How many war crimes? Let's look this up. How many war crimes are there? There are. I'm pretty sure your internet provider will find this question very interesting. There are 11. Ah. All right, it's time for the super epic. Also, what are the 11 war crimes? The 11 war crimes. I don't know if I should say this out loud. Oh, do not mention them right now. I am recording. Alright, yeah, no, I'm all done. I mean, they're pretty self-explanatory, I think. They're basically just like, anything that's really wrong is considered a war crime. You can easily break the Geneva Convention by simply, by wearing a hat with a red cross. Fire Fun fact. Hat with a red cross or a black cross? All right, or a red hat with a black cross. No, you wear just a hat with a red cross, and because of the actual red cross itself, you violate the Geneva Convention. But why? Because the Geneva Convention says that only actual medics should. All right, gosh. The run's done. Nice. What's your final time? Well, 2 hours for 40 minutes and 32 seconds. That took way too long. Payload. Okay, we've done payload. Alright, I'm gonna add to the end.